heel dit van Ruud Borst. Spannende Ruud Borst, de winnaar van de laatste klassieker in het Maasland. Wat voor schaatsen heb jij? Ik heb een klapschaats. Ga je dat echt door een klapschaats gooien? Ja, ik heb in Ankerveen voor de eerste natuurreiswedstrijd gereden. Ik rijd dit jaar voor het eerst bij de A-rijders en meteen op de klapschaats. Ja, ik was 11 op het NKO round, dus... Ik vind het heel knap dat je dat durft, hoor. Heel veel sterkte vandaag. Terug in het peloton. Ja. Je hebt rugproblemen gehad. Ja, nog. Nog steeds? Nog, ik ben er nog steeds niet vanaf. Maar het gaat de goede kant. Ik kan weer een beetje in de schaats houden. We zagen daar passeren inderdaad Heideman, Jan Maarten Heideman, die nog meedoet aan het Nederlands kampioenschap allround. We zien daar voorbij komen ook Elzinga. We zien daar voorbij komen nummer 62, dat is zwart. En daar zit. Pas de ronde zagen we al binnenkomen. En daar hebben we. Is dat Jan Maarten Heideman? Jawel. Voor meer schitterende beelden, www.avekamp.blogspot.nl